magnetisme? Nee, elektromagnetisme. Het samengaan van elektriciteit en magnetisme. Samen vormen ze één geheel. Daar gaan we dit keer naar kijken. We kijken eerst even naar een paar normale magneten. Ja, je ziet hier vier verschillende vormen, maar het zijn gewone magneten en we noemen dit permanente magneten. Het woord zegt het al, permanent, ze zijn constant magnetisch. Nou, ik hoop dat je weet dat zo'n magneet bestaat uit de ene kant een noord- en de andere kant een zuidpool. En dat twee noordpolen elkaar afstoten. En dat hetzelfde wat gebeurt met twee zuidpolen. Die stoten elkaar ook af. Maar een noord- en zuidpool, die trekken elkaar aan. Ja, subtiel verschil tussen noord en zuid. Goed, een magneet kan niet alles aantrekken. Ja, alleen ijzer, nikkel en kobalt voelen zich aangetrokken door een magneet. En het maakt natuurlijk niks uit of je nou noord of zuid hebt. Ja, een ander voorwerp wordt er gewoon door aangetrokken. Hoe kan dat? Wel, in een stuk ijzer, hier een stuk weekijzer, maar kan dus ook nikkel of kobalt zijn, ja, zit een prop vol met atomen. Ieder atoom zelf is eigenlijk een klein magneetje. Maar omdat al deze magneten allerlei kanten opgericht zijn, zul je buiten het materiaal er niks van merken. Dat wordt anders als er naast een permanente magneet wordt gehouden. Want de permanente magneet die zal al deze andere magneetjes allemaal in de juiste richting duwen. En dan krijg je dus dat hier alle atomen de juiste kant op zitten. En dan merk je dus buitenom wel dat het magnetisch is. We noemen dit magnetische influentie. Het is dus dat een niet-magnetisch materiaal magnetisch wordt gemaakt door een externe magneet. Goed, leuk en aardig, maar je kunt zo'n stuk ijzer wat magnetisch gemaakt weer demagnetiseren. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat je het verwarmt. Want dan gaan de atomen weer heftiger trillen en als ze heftiger trillen, dan verliezen ze hun richting. Of, wat ook mogelijk is, is dat je er eventjes flink op slaat. Of je laat hem vallen. Ja, ook dan zal het magnetisme wegraken. Oké, een magneet kan dus op afstand iets aantrekken. Dat betekent dus dat er een invloedssfeer om die magneet zit. En net als met een elektrisch veld heb je dus ook te maken met een magnetisch veld. Dat kun je hier zien. Ja, hier is een magneet. Daaromheen is ijzervijzel gestrooid. En het ijzervijzel, ja, dat rangschikt zich naar hoe het veld loopt. Dit maken we even een beetje mooier, wat duidelijker met een tekening. Kijk, hetzelfde magneet weer. Alleen dan wordt dus het ijzervijzel even vervangen door lijntjes. Net als met een elektrisch veld gebruiken we hier ook veldlijnen om het veld te visualiseren, om er een beeld van te krijgen. Er zijn overeenkomsten en verschillen met elektrisch veldlijnen. We zullen die eventjes bekijken. Eerst even de richting van de veldlijn. Buitenom zal een veldlijn altijd van noord naar zuid lopen. Bij een elektrisch veld was het van plus naar min en hier lopen ze altijd van noord naar zuid. Een groot verschil met een elektrisch veld is dat de veldlijnen binnenin aanwezig zijn. Ja, veldlijnen lopen in een magneet van zuid naar noord. En bij een elektrisch veld was binnen in de geleider geen elektrisch veld aanwezig. Dus bij een magnetisch veld is dat wel aan de hand. Een ander verschil is dat bij een elektrisch veld de veldlijn altijd loodrecht op de geleider staat. Bij magneet, kijk, hier staan ze loodrecht op de magneet, maar een klein stukje die kant op, dan zie je dus al hier duidelijk dat het hier een veldlijn is die totaal niet loodrecht op de magneet staat. Dus dat hoeft hier niet zo te zijn. Overeenkomst is wel dat de richting van een veld wordt bepaald door de veldlijn. He, stel je voor, ik pak hier even een puntje. Ja, daar. Ja, wat is nou de richting van het magneetveld in dit puntje? Nou, dan teken je een raaklijn aan de veldlijn. En dan geeft de raaklijn de richting aan van het magneetveld. Andere overeenkomst met elektrisch veld en magnetisch veld is dat de hoeveelheid lijnen
aangeeft hoe sterk het veld is. En dan zie je dus dat bij de Noord- en de Zuidpool het magneetveld het sterkst is. En ook in de magneet zelf is het magneetveld heel erg sterk, want alle lijnen die worden weer in de magneet van Zuid naar Noord gedaan. Dus hier is het ook een groot sterk veld en hier buiten relatief zwak. Dus eventjes opletten met die veldlijn met elektrisch veld en magneetveld. Ja, het zijn twee dingen die verschillend zijn. Ja, heb ik ze hier even aangegeven. Goed, een sterk magneet, een zwakke magneet. Wat is die magnetische veldsterkte eigenlijk? Hoe wordt dat gedaan? Nou, de grootheid voor magnetisch veld, hoe sterk die is, dat heet magnetische inductie. Magnetische inductie geeft aan hoe sterk een veld is. Het symbool voor magnetische inductie is de hoofdletter B. De hoofdletter B is het symbool. En die hoofdletter B heeft dus een richting. Want een veldlijn heeft een richting en het heeft een grootheid. Het heeft een grootte. Ja, dus net zoals met snelheid. Snelheid heeft ook een grootte, maar ook een richting. Kan naar links, naar rechts, scheef omhoog, et cetera. Hetzelfde is dat met magnetische inductie. De eenheid van magnetische inductie is de Tesla. Ja, en Tesla, wie is Tesla? Kijk, dit is meneer Tesla. Ja, een belangrijk natuurkundig persoon die veel onderzoek heeft verricht aan onder andere het magnetisme. Je ziet hier een hoefijzermagneet met alle veldlijnen eromheen. En we tekenen eventjes in het hoefijzermagneet de veldlijn eventjes, zodat het een beetje duidelijker wordt. Kijk, daar eventjes een paar lijntjes. En valt je wat op aan de veldlijnen daar? Ja, we laten even alleen de veldlijnen zien, even de magneet weg. Ja, wat valt je op aan het magneetveld wat daar getekend is? Ik hoop dat je ziet dat hij overal dezelfde richting is en dat het aantal veldlijnen overal hetzelfde is. En hoe noemen we zo'n veld? Ook bij een elektrisch veld hebben we dat gehad. We noemen dit een homogeen veld. Ja, dus ook met een magneetveld hebben we dat homogene veld weer aanwezig. Belangrijk veld, maar dat wist je al. Hoe sterk is in de praktijk nu een magneet? Nou, we beginnen even met het aardmagnetisme. Het aardmagnetisme zie je hier staan. Die is eigenlijk relatief zwak. Ja, het is slechts een, hier zie je het staan. Het stelt eigenlijk weinig voor, zou je zeggen. Maar het is wel heel belangrijk om onze aarde te beschermen tegen schadelijke geladen deeltjes afkomstig van de zonnewind. Goed, je ziet ze ook wel vaak staan. Luidsprekerboxen, daar zitten ook magneten in. En de sterkte van een magneet in een luidsprekerbox, dat is ongeveer 0,2 Tesla. Een stukje verder, een stukje groter, zijn de magneten die worden gebruikt in een MRI-scanner. Zo ongelijk welke MRI-scanner je hebt, de modernste die zijn wat sterker, maar ze variëren van 1,5 Tesla tot 7 Tesla. Dus op zich ook wel redelijk sterk. Nog sterkere magneten worden gebruikt in de deeltjesversneller in Genève om de deeltjes in een bocht te kunnen houden, in een cirkel gevangen te kunnen houden. Daar zijn de magneten die 22 Tesla sterk zijn. Die zijn behoorlijk sterk en met behoorlijk is het eigenlijk nog een onderschatting. Zijn er de sterkste magneten hier op aarde? Nee, nog niet. Je hebt ook de zogenaamde pulsmagneten, die kunnen 100 Tesla genereren, maar het heet een pulsmagneet, betekent dus dat ze niet permanent dat magnetisme vast kunnen houden. Dus even een piek dat ze 100 Tesla kunnen geven, maar daarna dus minder. Dat is hier op aarde. Er zijn in het universum veel en veel sterkere magneetvelden. Hier heb je een neutronenster, een impressie van een neutronenster met zijn magneetvelden. En de magneetvelden van de neutronenster, je ziet het hier, die zijn vele en vele malen groter dan dat we hier op aarde ooit voor elkaar zullen krijgen. We pakken een beetje elektriciteit bij, want het is elektromagnetisme. Wel, we hebben hier een draad. En dan gaat de stroom doorheen van onder en boven. En als er een stroom door een draad heen gaat, dan wordt er een magneetveld opgewekt. Het magneetveld
dat heeft keurige cirkels rond de draad. Je ziet keurige cirkels, betekent dus dat er geen begin of eind is. En je kunt hier ook heel moeilijk spreken wat een noord- of zuidpool is. Je kunt wel de richting van het magnetveld aangeven, want de richting is, weet je nog, de raaklijn aan het magnetveld. En die kun je tekenen, dus je ziet hier keurig de richting van het magnetveld. We zullen er even een ander steen aankijken, namelijk recht boven de draad. Ja, dus je kijkt nu zo recht tegen de draad aan en de stroom die gaat nou recht naar je toe lopen. Ja, die stroom gaat echt naar je toe. Hoe kun je nou zien dat die naar je toe gaat, dus in de tekening zelf? Wel, als je een cirkel tekent met een punt erin, dan geeft het aan dat waargene wat je getekend hebt naar je toe komt. Ja, dus hier, je ziet in feite een pijl naar je toe gaan. Ja, dat is de afspraak van een stroom in dit geval die naar je toe gaat. Maar er kunnen ook andere dingen zijn dan stroomsterkte. Bijvoorbeeld elektrische velden of magnetische velden kun je ook zo aangeven. Rond de draad zie je hier weer een magneetveld, nog steeds het bovenaan zicht. En ook hier kun je weer de veldlijnen een richting geven. Hè, en dan krijg je dus de richting van het magneetveld met de raaklijn. Weer eventjes het vooraanzicht, alleen nu de veldlijn niet als cirkels getekend, maar ik heb het echt een beetje dwars doorgesneden. En dan zie je dus aan de linkerkant dat de veldlijnen naar je toe komen. Ja, uit het papier, uit het scherm. Ze maken dan een bochtje en dan gaan ze dus aan de rechterkant het papier of het scherm weer in. Je ziet ook meteen de tweede tekenafspraak die we moeten maken over de richting. Of iets recht naar je toe komt of van je afkomt. Nee, recht naar je toe komen, dat is hier hè, een cirkel met een pijl erin. En dan zie je dus inderdaad, als het recht van je afgaat, dan is het een cirkel met een kruisje erin. Ja, en je kunt dat ook weer als een pijl voorstellen. Hè. De achterkant van de pijl is meestal met een kruisje of iets dergelijks gefabriceerd. Goed, dan krijg je dus hier veldlijnen links naar je toe en rechts van je af. Maar hoe kun je nou weten dat die links naar je toe komt en rechts van je af gaat? Dat wordt met de rechterhandregel gedaan. Hoe werkt de rechterhandregel? Wel, met de rechterhand pak je de draad vast op de manier zoals hier in de tekening staat. En je zorgt ervoor dat de duim in de richting van de stroom is. En als je dat doet, dan zullen automatisch de vingers in de richting van het magnetisch veld wijzen. Ja, je ziet hier inderdaad dat de vingers aan de linkerkant naar je toe gaan en als ze zo verder gaan, zullen ze aan de rechterkant weer van je afgaan. De rechterhandregel. Natuurlijk is het hele verhaal precies hetzelfde als de stroom de andere kant op gaat. Ja, de stroom naar beneden, dan krijg je dus weer veldlijnen de andere kant op. Ja, kijk maar even naar de rechterhandregel. Als je dat doet, dan klopt dat precies. Je kunt ook hier de richtingen aangeven. Je kunt ook hier van bovenaf kijken. Let op het tekenafspraak. De stroom gaat dus nu van je af. Dus het is een pijltje. Ja, bovenaan zicht ook weer veldlijnen met richting erbij. Zijaan zicht ook hier weer de tekenafspraak, maar nu met de veldlijn, het magnetisch veldlijn, rechts komen ze naartoe en links gaan ze van je af. Het is precies hetzelfde, alleen dan net andersom, omdat de stroomsterkte net de andere kant op gaat. Oké, we gaan even weer een stapje verder. Niet één stroomdraad, maar twee stroomdraden. Als je nu eens eerst één stroomdraad bekijkt, dan zie je dat daar een magneetveld omheen zit. Ja, even in het rood getekend. En het punt is natuurlijk wel, heb ik even speciaal om gedacht, dat hier binnen, vlakbij, ja, dan is de afstand tussen twee veldlijnen is kleiner dan als je verder af bent. Kijk, hier zit helemaal een kleine afstand. Nou ja, hè, maar hier is hij in ieder geval wel weer groter. Hè, wat iedere keer groter. Ik had iets beter kunnen tekenen, maar hoe verder je wegkomt, hoe groter de afstand tussen de veldlijn is, want hoe zwakker het veld wordt. Ja, het aantal veldlijnen geeft aan hoe sterk een veld is. Nou, dit is dus de linkerkant. Let ook even op dat het qua de rechterhandregel klopt.
dat je inderdaad aan deze kant de veldlijn van je aflopen en hier naar je toe lopen. Dan de rechterdraad. Ja, ook hetzelfde iets. Ja, alleen omdat de stroom net de andere kant op gaat, heb je dus dat je hier aan de linkerkant de veldlijn naar je toe gaat. En aan de rechterkant gaan ze van je af. En wat zie je nou? Althans, ik hoop dat je dat wel realiseert, is dat in het midden de veldlijn van rood en groen dezelfde kant op zijn. En aan de buitenkant zijn ze tegengesteld, dus daar zullen ze elkaar verzwakken. Niet opheffen, want aan deze kant hier is groen in een meerderheid en hier is rood aan de meerderheid. Dus niet helemaal opheffen, maar wel een behoorlijke verzwakking. Dat heb je dus als je twee draden bij elkaar hebt. En hier is even bovenaan zicht. Ja, ook hier weer een draad met de stroom die van je afgaat. Ja, en van je afgaat betekent dus dat de veldlijnen zo eromheen zijn. En hier een stroomdraad met een stroom die naar je toe gaat. Betekent dus dat hier zo de veldlijnen zijn. En zie je dus, hier lopen ze zo. Ja, hier lopen ze zo. Oftewel, hier in het midden versterken ze elkaar weer. Ja, en buitenom, hier en daar, zullen ze zwakker zijn. Dus binnenin een sterk magnetisch veld. Ja, hier weer een beetje anders getekend. En het punt is van, je hebt dus nu hier een stroomdraad en de stroom gaat hier eruit en die gaat zo zup, hier weer naar binnen toe. En dan krijg je dus dat hier dus een veld zo loopt. En hier loopt een veld zo. En zie je dus, je hebt eigenlijk niet twee afzonderlijke stroomdraden, maar één stroomdraad die een mooi bochtje maakt. En daar kun je ook meerdere bochtjes maken. En dan heb je in feite dus het veld ingesloten. Nou, dus ga je, hier gaat het eruit, hier komt het erin. En onder het papier gaat hier het draadje daarheen. Ja, zo, onder gaat het daarheen. En dan krijg je dus hier een keurig een spoel. Waarbij het magneetveld dus in een spoel keurig gevangen is. En dan krijg je dus een spoel, zoals hier getekend. Daar kun je een spanning op zetten. En dan krijg je dus dat er een stroom doorheen gaat lopen. Nou, ik heb hier eventjes de afzonderlijke elektronen getekend. Ja, ze lopen allemaal keurig van links naar rechts. En in die spoel gaat hij dus aan de ene kant naar beneden toe, aan de andere kant omhoog, etcetera, etcetera. We maken even een fatsoenlijke tekening ervan. Ja, en dan krijg je dit. En dan krijg je dus een magneetveld in de spoel het sterkst. En je ziet daar hier al een beetje dat er een magneet is ontstaan. Waarbij aan deze kant hier de Noordpool is. En aan deze kant de Zuidpool. Kijk, hier magneetvelden gaan van noord naar zuid. En in de magneet zelf gaan ze van zuid naar noord. Zie je? En dan krijg je dus dat hier met een elektrische stroom er een magneet wat gemaakt, een elektromagneet. Ook hier moet je je afvragen van oké, ik heb een spoel, maar is nou het magneetveld van rechts naar links of is je van links naar rechts? Ook hier is de rechterhandregel van toepassing. Hoe pas je dat toe? Allereerst heb je nodig de rechterhand. Je pakt de rechterhand en je grijpt de spoelbeet. Maar bij het vastgrijpen zorg je ervoor dat de vingers die richting hebben dat gelijk is met de stroom. Ja, dus de stroom gaat aan de voorkant van onder naar boven. Betekent dus dat de vingers ook aan de voorkant van onder naar boven staan. En als je dat hebt gedaan, dan krijg je dat de duim de richting van het magneetveld is in de spoel. Dat betekent dus dat in dit geval hier, ja, dat hier het Noordpool is en daar de Zuidpool. Want in de spoel gaan de velden van zuid naar noord. Dus de richting van het B-veld, ja, door de duim, rechterhandregel. De elektromagneet die je hiermee kunt maken, heeft een aantal toepassingen, vele toepassingen zelfs, maar we zullen hier een paar bekijken. Allereerst de deurbel. Ja, als je zo'n deurbel kijkt, dan zie je hier zo'n spoel met een kern erin. Ja, je ziet hier ook nog kern. Dat betekent dat het magneetveld wat wordt versterkt. En hoe werkt het nou? Hier even een schematische tekening. Ja, de spoel zie je hier.
Ja, een schakelaar die open staat, dus er kan geen stroom lopen op dit moment. Wat gebeurt er als we de schakelaar dicht doen? Dan gaat er natuurlijk wel stroom lopen. Ja, van de pluspool van de batterij gaat hij hierheen door de spoel. Ja, en dan gaat hij zo weer verder. De spoel die wordt dan dus een magneet. Ja, er komt een magnetisch veld hier tevoorschijn. En het magnetisch veld die zal dus dan de klepel aantrekken. Ja, die is van ijzer. Ja, hier een ijzer iets. Dus wordt aangetrokken. Betekent dus dat hij tegen de bel slaat. Ja, en dan krijg je dus lawaai. Maar hij slaat hem. Als hij hem aantrekt, zou je dus hier ook het contact verbreken. Betekent dus dat er geen stroom meer loopt. Betekent dus dat het magnetisme hier zijn kracht verliest. En dus moet hij de klepel loslaten. En dan gaat weer boink terug. Hey, maak weer contact. Dan kan er weer stroom lopen. Ja, weer die kant op. Hey, geen contact. Weer los. En zo gaat hij dus constant heen en weer. En dan krijg je zo'n hinderlijk geluid waar je van wakker wordt. Andere toepassing. De afvalsorteerder. Ja, een lopende band. En hier binnenin zit een elektromagneet. En het mooie van een elektromagneet is namelijk dat je hem kunt instellen. Ja, een grotere stroom betekent dat hij sterker wordt. Betekent dus dat je hem hier kunt instellen van hey, hoe sterk moet wat worden aangetrokken. En dan krijg je dus dat je het plastic wordt nauwelijks aangetrokken. Nou, niet nou, nauwelijks. Het wordt niet aangetrokken. Dus die vliegen meteen up, ver weg. Het magneet zorgt ervoor dat het ijzer wel wordt aangetrokken. En die zal dus minder ver weg gaan. En die komen dus dan hier in deze opvalbak terecht. Ja, de magneet moet niet zo sterk wezen natuurlijk dat het ijzer gewoon eraan vast blijft plakken. Dat is niet de bedoeling. Oké. We pakken even een magneet en daar gaat die. Tot ziens.